Een doodse stilte heerst er aan de Zuiderdracht in Blokker. Afgelopen donderdag werd hier de nieuwe begraafplaats van Horen geopend. We hebben een begraafplaats, gemeentelijke begraafplaats aan de Berkhoutenweg. En die raakt gewoon vol. Dus je hebt gemeente gewoon als plicht om een begraafplaats te hebben. En dus we moesten op zoek naar een nieuw plekje. En de Horen is redelijk dicht gebouwd. Dus je hebt flink wat ruimte nodig. Dus de keuze is niet... je hebt niet zo heel veel keuze. Er kunnen 1250 graven gemaakt worden. Dus dan kunnen we er 2500 personen ongeveer kunnen hier begraven worden in totaal. En ik had begrepen dat de omwonende mensen er niet meteen heel blij mee waren. Zijn die meningen een beetje omgeslagen na de opening? Ja, we hebben heel veel discussie gehad met mensen een paar jaar geleden bij de start van de plannen. Ik heb vandaag bij de opening weer aardig wat gezien. En er zijn wat kleine dingetjes, een boompje meer erbij. Maar over het algemeen zijn de mensen heel tevreden. De begraafplaats is voor nu klaar. Maar hij is eigenlijk pas in de eerste fase. Er is in eerste instantie al een plan om groter te maken, grenzend aan deze begraafplaats. En dat dit zou voor een jaar of 25, 30 hebben we hier voldoende aan. En als dat eenmaal zover is, dan zouden we aan de grens het hier aan de noordkant gewoon uit kunnen breiden. Dat is nu een weiland. Dus we hebben besloten om het niet gelijk te doen, omdat het toch dat je zo lang nog niet nodig hebt. Is dit voorlopig genoeg?